Ja. We gaan zo verder. Trouwens, ik zei het al tegen jou, Jan, toch een cadeautje meegenomen. Hè? Je zal straks in mijn micro, Wilfred. Nou, je krijgt hem eigenlijk nu. Want van onze jongens van Plus, weet je, waar wij die samen die prachtige reclame van hebben gemaakt. Wie? Nou, weet je dat al niet meer? Niks meer aan te doen. Hoef je niks meer aan te doen. Nee, je kan hem, nou, je moet hem wel warm maken. Ja, dat snap ik. Nee, anders wordt het lastig. Ja, ja. Maar het beruchte balletje breed al in de voetbalkantines en in de restaurants en zo. Maar nu ook in de supermarkt bij Plus. 260 vestigingen. Dat hebben wij samen nog gedaan, weet je dat niet meer? Nou, daarom lopen dat als een trein natuurlijk. Ja, nee, dat kan haast niet anders. Wat hadden we bijna gewonnen? Die olifant of zoiets wel? Of dat Lode Leeuw? De Lode Leeuw hadden we bijna gewonnen. Nee, niet de gouden lookie krijg ik nu door. Maar vanaf nu in de supermarkten. Echt deze week ook de aanbieding. En iedereen krijgt hem even aangeboden. Je bent nou, een beetje blij mee, balletje breed, ja? Lekker. Ja. Oh, enthousiast, ja. Ja, ja. Maar wel een mijlpaal, hè? Dat we ooit met zo'n weddenschap zo ver zijn gekomen, toch? Hè? Ja, nee, zeker. Ja. Maar ze zien er ook heel smakelijk uit. Goeie balletjes. Ja. Goeie balletjes, hè? Ietsje kleiner, omdat ze anders een beetje te veel vlees is. Ook niet goed voor je. Maar Jan, jij krijgt er een stuk of 4. Oké? Okay? Ja? Ja, geef Jan. Ja. 5 kan ook natuurlijk allemaal. Na de reclame gaan we verder. Gaan hier even lekker eten. Je hebt een magnetron in de auto, toch? Ga voor de nee, ik zou niet, je moet hem niet in de magnetron doen. Je moet hem wel even warm maken met een pannetje enzovoort. Okay. Of even in de oven, in de magnetron. Zie je... Niet in de trommel. He? Dan heb ik een probleem. Dan kook je alles in de magnetron dan? Donder staat al in die trommel, ja. Echt waar? Ja, natuurlijk. Nou ja, je mag het proberen. He?